Dus we gaan eigenlijk een basis online opleiding geven over de tafelsmodule. En we gaan daar eigenlijk jullie nog eens alles uitleggen hoe dat je ermee kan werken. Ik ga beginnen met de uitleg hoe dat jullie klanten een reservering kunnen maken via het systeem. En vervolgens ga ik in de admin gedeelte gaan en daar alle verschillende menupuntjes even kort uitleggen, zodat jullie eigenlijk perfect weten hoe jullie het kunnen gebruiken. Voilà, dus we zitten nu eigenlijk te kijken op de reserveringswidget, noemen wij dat. Dat is eigenlijk de module waar jullie klanten, dat jullie op jullie website kunnen plaatsen en waar jullie gasten een reservering kunnen maken in jullie restaurant. We gaan eigenlijk altijd dezelfde vragen krijgen. We moeten eerst kiezen tussen een type. Een type zijn eigenlijk de verschillende shiften die jullie bieden in dit restaurant, in dit testrestaurant natuurlijk. Is dat ontbijt, lunch of diner? Vervolgens gaan we een aantal personen moeten selecteren. Dit restaurant heeft gekozen dat er tot van 1 tot en met 6 personen online gereserveerd kunnen worden. Dat kan ook voor meer ingesteld worden. Als je zegt, ik wil graag groepen van 10 of meer in laten komen, is het ook mogelijk om dat in te stellen. We zien hier ook verschillende boodschappen staan. Die zijn ook customizable. Die kunnen jullie ook gaan aanpassen. Vooral wil het hier zeggen van ja, er mogen wel meer dan 6 personen komen per groep. Maar dan moeten ze best even bellen. En dan liefst op dit nummer. Dus wij gaan een reservering voor 2 personen maken. En we gaan nu zien wanneer we kunnen bekijken. Wat gaat het systeem nu doen? Hij gaat nu kijken. Oké, we gaan zoeken voor een tafeltje, voor een groep van 2 personen voor het diner. Wanneer hebben we daar plaats voor? Momenteel zien we dat woensdag is er sowieso geen plaats, want die zijn niet open op woensdag, zoals je hier kunt zien. En we zien nu ook een i'tje staan op de andere dagen. Als we daarop klikken, zien we ja, natuurlijk, we kunnen niet reserveren nu, want we zitten spijtig genoeg in een corona-lockdown. Dus we gaan eens even naar de volgende maand gaan. En hier zien we dan wel dat er verschillende dagen zijn die mogelijk zijn in mei. Hopelijk gaat dat ook zo zijn in de toekomst. En dan kunnen we hier nu gewoon klikken op een datum waar we willen reserveren. Bijvoorbeeld voor de 1e mei. En dan krijgen we hier specifiek nu ook een boodschap te zien. En dus wat hebben we nu gedaan? We hebben ook nog een boodschap ingesteld wanneer men klikt op een specifieke datum. Dus eigenlijk op elke datum in het weekend in dit geval, krijgen we dan ook nog een boodschap te zien. Dus dat is ook mogelijk. Je kan boodschappen plaatsen hier algemeen voor iedereen op de widget zelf. Maar je kan ook een boodschap plaatsen wanneer men klikt op een dag, zodat dat eigenlijk een specifieke boodschap voor die dag getoond wordt. Voilà, dus we kiezen nu een uur. We zien hier nu 23 uur, 23 uur 30. We zeggen misschien, nou, dat is misschien wel iets te laat. We gaan eens even teruggaan en we gaan eens een andere dag selecteren, bijvoorbeeld de 4e. We zien nu dat we bijvoorbeeld geen boodschap krijgen. Dus voilà, dat is nu een beetje anders, want we gaan nu geen boodschap te zien krijgen. Maar dat is dus niet nodig, want dinsdag 4 mei is alles gewoon standaard en moet er ook niks gecommuniceerd worden. We klikken nu bijvoorbeeld om 18.30 uur. En we gaan nu onze persoonlijke gegevens moeten invullen. Dus elke keer als een gast online reserveert, gaat hij ook zijn algemene gegevens moeten invullen. De zaken met een sterretje zijn verplicht. Dus voornaam, achternaam, e-mail en gsm moeten altijd ingevuld worden. En op die manier gaat er ook eigenlijk altijd een klantenfiche aangemaakt worden in je systeem, zodat je ook de gegevens van je klanten gaat kunnen verzamelen. Dus we gaan even snel dat invullen. Dus voornaam, achternaam, dus een testaccount dat ik even ga gebruiken, e-mailadres en gsm-nummer. We moeten deze twee zaken ook nog aanvinken, dat we geen coronasymptomen hebben en de privacyvoorwaarden moeten ook geaccepteerd worden. En we kunnen hier ook ons aanmelden op de nieuwsbrief. Als dat is, als je je aanmeldt op die nieuwsbrief, dan kan je ook nieuwsbrieven gaan sturen. Klik op volgende. En vervolgens krijgen we eigenlijk nog een samenvattingje te zien. Even nog eens als laatste keer nog eens bekijken. We kunnen hier nog wijzigen indien we willen. Maar we kunnen hier ook een opmerking sturen. Zoals bijvoorbeeld, mag ik mijn hond meenemen? Bevestigen de reservering. Voilà, die is nu voltooid. Er was nu een bevestigingsmailtje gestuurd naar het e-mailadres dat we hebben ingevuld. Die persoon gaat ook nog een herinneringsmailtje krijgen de dag voor de reservering. En ook nog een feedbackmail de dag erna om al zijn gegevens in te geven. En wat hij precies vond van zijn reservering van het restaurantbezoek. Voilà, dus eigenlijk is dat heel simpel. Mensen gaan er doorgaan. Je kan daar nog bepaalde stapjes toevoegen, zoals vragen voor allergieën. Je kan ook nog vragen voor specifieke menukeuzes. Dus dat is ook nog allemaal mogelijk in ons systeem. Je kan zelfs vragen voor verschillende tafelsoorten, in welke zone ze willen zitten. Afhankelijk van je,
van je licentieniveau, kan je bepaalde zaken daarvan gaan instellen. Dus denk zeker even na over welke informatie wil je precies hebben van je gasten, ten opzichte van hoe snel wil ik ze graag door die module hier loodsen. Want je wilt natuurlijk het ook niet te zwaar maken, je wilt dat mensen heel snel een reservering kunnen maken. Maar ja, je moet natuurlijk ook wel de informatie doorgeven aan de klant en krijgen van de klant. Dus aan de hand van boodschappen op de module zetten, op de module wanneer men klikt op een datum, wanneer men klikt op een uur, allemaal mogelijk. Of ja, vragen aan de klant om bepaalde informatie in te vullen via het opmerkingsveldje waar ik bijvoorbeeld nu gevraagd heb of ik mijn hond mocht meepakken. Of aan de hand van een allergiescherm dat we kunnen activeren voor jullie. Of aan de hand van bepaalde menukeuzes. Daar is heel veel mogelijk, maar het is voor jullie dus om die afweging te maken van wat wil ik graag weten van de klant en wat wil ik graag doorgeven aan de klant ten opzichte van hoe snel wil ik die graag door die module laten loaden. Maar dus zoals je ziet, het is sowieso wel heel gemakkelijk en intuïtief hoe je dat precies moet invullen. Voilà. Dus dat is hoe dat jullie gasten de online reserveringsmodule gaan ervaren. Dus heel simpel, heel basic. Ze gaan dan ook nog mailtjes krijgen. Hoe gaan jullie die nu ervaren? Wel, dat is allemaal te vinden via de website www.resengo.com/admin. Als je daar naartoe surft, dan ga je eigenlijk, ik ga even afmelden, ga je op dit scherm terechtkomen. En dus Resengo voor bedrijven. Heel belangrijk dat je altijd naar die admin surft als je wilt inloggen. En daar kan je altijd inloggen met je e-mailadres en je wachtwoord waar je mee ingelogd moet worden. Dus je kan het op elke computer doen, op elke tablet, op elke gsm. Kan je altijd inloggen op je, via deze website met je e-mailadres en wachtwoord. En dan ga je altijd op je Resengo uitkomen. Dus dat is zeker interessant. Je moet niet iets installeren of zo. Het is altijd gewoon naar die website surfen en inloggen. En voilà, dan komen we op de Resengo admin pagina terecht. Dan komt normaal standaard gezien op de inbox terecht. De inbox is eigenlijk dit menupuntje. In de linkse grijze balk zien we de verschillende menupuntjes. Ik ga beginnen met het menupuntje van de inbox. En wat is de inbox eigenlijk? De inbox moet je een beetje zien als een soort van nieuwsfeed van uw Resengo. Alle nieuwigheden komen eigenlijk in de inbox terecht. Dus we zien hier in de linkse balk, hier dus kunnen we ook nog scrollen, zien we alle verschillende puntjes. We zien hier de inbox zelf, we zien hier reserveringen, support en het Resengo forum. Als je ook een cadeaubonshop hebt of een afvalmodule hebt, komen hier ook nog je orders in te staan. Bij de inbox bijvoorbeeld zien we alle communicatie die je hebt gekregen van je klanten. En dus we zien hier nu bijvoorbeeld vragen bij reserveringen, zien we nu een eentje staan. Dus als we daarop klikken, zien we nu alle vragen bij de reserveringen staan. We zien inderdaad, want we hebben juist een reservering gemaakt en we hebben daar inderdaad ook een vraag bij gesteld. Dus we moeten nu eigenlijk die vraag gaan bekijken hier en we kunnen die hier ook nog gaan beantwoorden door te klikken op die reservering hier, op die vraag hier. Kan je die persoon ook direct een antwoordje geven? Als je dan op versturen klikt, gaat die persoon een mailtje krijgen en ga je zo ook je opmerkingen kunnen beantwoorden. Dus dat kan je zo doen met feedbacks, dat kan je zo doen met groepsaanvragen, met vragen bij reserveringen. Je kan die allemaal via deze weg heel gemakkelijk gaan beantwoorden. En op die manier kan je eigenlijk zien dat alles is nu behandeld en je weet dat je nu iedereen mooi een antwoordje hebt gegeven. Dus in deze zaken kan je eigenlijk alle communicatie die je hebt gekregen van je klanten ook terug gaan communiceren en dat mooi hier allemaal gaan ordenen. Je kan ook bij reserveringen kijken naar alle nieuwe reserveringen. Die zien we hier nu staan. Dit zijn alle nieuwe reserveringen die binnen zijn gekomen. We kunnen ook alle wijzigingen zien. Klanten kunnen hun reservering wijzigen 48 uur op voorhand of annuleren 48 uur op voorhand. Standaard, dat kan ook aangepast worden. Maar we zien hier ook bijvoorbeeld alle nieuwe reserveringen. Als je met je muis er nu overgaat, zie je iets meer informatie dat die persoon hier bijvoorbeeld aan tafel 1 is komen te zitten, dat die e-mail verstuurd is geweest naar die persoon, dat die via de website heeft gereserveerd. En opnieuw kan je daar ook op klikken om een actie te ondernemen en kan je nu ook die reservering gaan zien en bijwerken indien dat je wilt. Bijvoorbeeld, we gaan er 3 personen van maken, omdat die persoon dat bijvoorbeeld heeft gezegd. En voilà, die is nu aangepast. Via je support kan je al je supportticketjes ook nog zien en via het Resengo Forum kan je ook nog alle verschillende updates doen. Het Resengo Forum gaan wij eigenlijk jullie op de hoogte brengen van bepaalde nieuwigheden in het systeem. En dan kan je bijvoorbeeld zien, we hebben een nieuwe feature gemaakt voor de thuisbezorging module. En dan kan je hier ook de informatie daarvan zien en kan je ook daarop gaan reageren als je daar vragen over hebt.
Wat kan je nog doen via de inbox? Je kan ook nog een reservering heel snel gaan opzoeken via dat vergrootglasje hier. Door bijvoorbeeld gewoon de naam in te vullen. Zoals Rob Klaassen. We hebben geen reservering met Rob Klaas. Voilà. Als we Klaas invullen, dus best zoeken op achternaam, dan zie je hier dat er bijvoorbeeld een Rob Klaas gereserveerd heeft op 13 mei voor 3 personen voor het diner. En dan kan je die hier ook gaan aanpassen. Dus stel je voor, iemand belt en vraagt, ik heb gereserveerd, maar ik weet niet meer precies hoe laat, ik ben mijn mailtje kwijtgespeeld bijvoorbeeld, dan kan je dat hier opzoeken en zo herbekijken. Dus via het vergrootglasje rechtsboven. Je kan ook op dat plusje klikken voor een reservering toe te voegen. Als je op dat plusje gaat klikken, ga je je kalender te zien krijgen. En via je kalender ga je eigenlijk ook reserveringen kunnen toevoegen door te klikken op een specifieke shift. Dus als ik een reservering wil toevoegen op 2 mei voor het diner, klik ik op diner van 2 mei en kan ik hier nu ook een reservering gaan toevoegen. Ik ga ze dadelijk nog even tonen hoe je dat precies doet. Je kan hier ook bepaalde shifts gaan aanpassen. Als je op 1 mei voor het diner graag een beetje andere openingsuren wilt, kan je ook klikken op die 3 puntjes van het diner en kan je ook bepaalde zaken gaan aanpassen, zoals je kan op dat groen bolletje klikken. Wat betekent dat groen bolletje? Dat betekent dat het tijdslot open staat voor online reserveringen. Wil je dat liever dichtzetten, kun je zo ook het diner dicht gaan zetten en nu kan er niet meer gereserveerd worden voor het diner van 1 mei. Maar je kan ook die shift gaan bijwerken hier. Je kan de uren en spreidingen gaan aanpassen. Dat zijn de aankomsturen. Die kan je hier ook gaan aanpassen. Zoals je ziet, kan je nu ook bepaalde aankomsturen hier gaan aanpassen. Voilà. Dus dat was een beetje de uitleg over de inbox. Ik zal nog even herhalen. Hier kan je dus alle vragen bij reserveringen bekijken. Alle nieuwe reserveringen kan je hier zien. En hier kan je het supportticketje zien en het forum. Dus elke communicatie richting ons, richting Resengo, kan je hier ook bekijken. En via het vergrootglasje kan je dus een reservering gaan opzoeken heel snel door de achternaam te gaan ingeven. En via het plusje krijg je je kalender te zien om een heel snel overzicht te zien van wat is mijn planning en hoe kan ik die planning aanpassen of hoe kan ik hier reserveringen toevoegen. Zoals je ook ziet nu, kan je zien dat er 3 couverts verwacht worden voor het diner op 13 mei, 2 couverts voor de lunch op 15 mei. Excuseer. En zo kan je dat dus ook gaan bekijken en ook gaan aanpassen door op de 3 puntjes te klikken of een reservering toe te voegen door op het shift zelf te klikken. Voilà, het volgende puntje dat ik jullie graag wil tonen is de tafelplan. Dat is eigenlijk het tafeltje in de linkse grijze balk. Voilà, en hier zien we nu het tafelplan van de zaak. En momenteel zitten we natuurlijk, spijtig genoeg, in die corona-lockdown. Je ziet dat hier ook staan. Dus een soort van blokkade gezet op het systeem tot en met 1 mei momenteel. Of tot 1 mei liever momenteel. Dus we gaan eens even kijken naar de dag waar wij gereserveerd hadden. Hè. Wij hadden gereserveerd, als ik me goed herinner, 5 mei. Ja, voilà, de 4e mei. Ik heb het nog herinnerd. Zien we hier nu een reservering op staan. En dus we zitten hier op de tafelplan. Zie je je tafelplan met daarin alle verschillende reserveringen op. Dus wat doet het Resengo-systeem? Als een reservering gemaakt wordt, gaat die groep ook altijd een tafeltje toewijzen. Dus een reservering wordt gemaakt voor 3 personen, in dit geval op om 18:30 op 4 mei. Hij gaat dan kijken, is er plaats om 18:30 op 4 mei? En zo ja, op welke tafel ga ik die dan zetten? En in dit geval heeft hij gekozen voor tafel nummer 100. Je kan ook altijd hierop klikken rechts van boven. Als je bijvoorbeeld maar 1 zone te zien krijgt, we zien nu momenteel enkel de veranda. Je kan ook zeggen van hoe ziet mijn terras eruit? En dan zie je hier ook het tafelplan van het terras. Je kan ook hier in plaats van enkel meerdere selecteren. En nu kan je de 2 zones naast elkaar te zien. Dus nu zien we heel ons restaurant en zien we dat er inderdaad een reservering is om 18:30 op tafel 100. Je kan hier nu ook reserveringen gaan toevoegen. Dat kan je op verschillende manieren doen. Een van die manieren is via het plusje hier rechts van boven. Daar kan je gewoon op klikken en kan je nu een nieuwe reservering gaan toevoegen. We kunnen nu gewoon zeggen, we voegen een reservering toe voor Karen, voor 4 personen, om 19 uur.
Het systeem, zoals je ziet, gaat nu direct zoeken naar een tafeltje om 19 uur voor 4 personen en zegt, ah, ik stel voor om die op tafel 102 te zetten. Je kan nu zeggen, ik wil liever die niet op 102 zetten, dat is iets te dicht bij die persoon, ik zou die toch liever op tafel 103 zetten. Kan je hier gewoon manueel zeggen, ik ga die liever op 103 zetten. Je kan hier nu ook nog een interne opmerking bij zetten. Je zou hier ook een opmerking naar de gast kunnen zetten, maar zoals je ziet hebben we hier momenteel enkel gewoon de voornaam ingevuld. Dus die persoon gaat daar sowieso geen e-mailtje van krijgen. Als je wilt een opmerking naar de gast sturen, die ook in de mailbox van die gast wordt ontvangen, moet je hier even ook op dat envelopje klikken. En kan je direct ook een e-mail koppelen aan die reservering. Dus als we klikken op dat envelopje, krijgen we de mogelijkheid om een e-mail in te vullen. En kan je ook direct een klantenfiche aanmaken. Dus ik ga even een ander e-mailadres pakken. Even dit pakken. Voilà, dus we hebben voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer hebben we nog niet ingevuld. En nu kunnen we hier ook een opmerking zetten, zoals beloofd. En we zouden hier ook nog een interne opmerking zetten. Als aperitief. Voilà. Dus nu hebben we de reservering toegevoegd voor Klaas Rob. We zien nu dat hier die toegevoegd is op tafel 103 voor 4 personen. En dat is nu mooi toegevoegd. Een andere manier om een reservering toe te voegen is ook gewoon de rechtstreeks te klikken op een tafel. Dus stel je voor, je weet al dat je in tafel 102 een groep wilt toevoegen. Dan kan je ook gewoon klikken op het tafeltje 102. Aan de hand van het aantal personen dat je hierop klikt, dus aan de hand van het nummertje dat je hierop klikt, ga je een groep van 3, 4, 2 of 1 toevoegen. Als ik een groep van 3 wil toevoegen op tafel 102, klik ik op het nummertje 3. En nu gaan we eens gewoon een reservering toevoegen zonder dat we een e-mailadres eraan koppelen. Je kan ook altijd de naam invullen en dan gaat het ook zoeken in je huidig klantenbestand naar de verschillende mensen die Klaas heten. Pas wel op, je kan dat niet doen. Hij gaat niet zoeken als je op dat envelopje hebt geklikt, dan gaat hem niet zoeken naar de verschillende Klaassen. Als je dat wel zo doet, gaat hem wel zoeken naar de verschillende Klaassen in je systeem. Als we nu gewoon zeggen Karen, dan zien we nu dat hier niemand komt te staan. Oké, geen probleem, we gaan gewoon de reservering even toevoegen. Voilà, je ziet natuurlijk dat tafel 102 en het nummertje 3 automatisch al ingevuld staat. En voilà, dat is nu ingevuld. De plus van daarstraks staat hier rechts van boven. Als je dat niet te zien krijgt, dan kan het zijn dat je misschien je Zoom niet helemaal vergroot hebt of dat er een deel niet op het scherm staat. Normaal staat het rechts van boven. Dus nu hebben we een mooie... Ons tafelplan begint een beetje vol te geraken. Hè. We zien hier nu dat we 3 reserveringen hebben. Om 18:30 hebben we er 3, 19:00 hebben we er 4 staan en om 20:30 komen er nog eens 3 langs. Dus dat kunnen we hier van boven ook nog eens zien per aankomstuur. We zien hier ook dat 19:30 en 20:00 momenteel doorstreept staan. Die zijn dus niet mogelijk voor online reserveringen. We kunnen ook nog een beetje gaan spelen. Hè. Dus we zien nu dat er reserveringen toegevoegd zijn. Hè. Het systeem heeft automatisch die Resengo testreservering op tafel 100 gezegd. Als je zegt van ik wil dat toch liever die belt en die wilt graag op het terras gaan zitten, kun je die bijvoorbeeld ook gaan verplaatsen naar het terraszone. Dat is deze zone hier. Door te klikken op die reservering. Je krijgt dan ook wat meer details te zien van die reservering hier. Je kan die dan ook gaan bewerken, verwijderen. Maar je kan die dus ook gaan verplaatsen. Je moet daar dan één keer op klikken. Dan heb je die vasthangen aan je muis. En nu moet je gewoon klikken op de tafel waar je die wilt zetten. En naar gelang het nummertje waar je op klikt, zoveel mensen ga je op die tafel zetten. Dus als ik nu klik op het nummertje 3 van tafel 2 hier, gaat hem 3 mensen, dus alle mensen, van die groep op tafel 2 zetten. Stel je voor dat je graag zegt van ik wil graag deze groep van Rob over 2 tafels spreiden. Dat is ook mogelijk, maar dan ga je dat nog eens moeten doen. Dus je gaat nog eens op die 4 pijltjes klikken. Die 4 pijltjes kan je trouwens ook hier op klikken gewoon. En dan gaan we zeggen, we gaan 2 van die 4 op tafel 101 zetten. Nu zien we dat we nog 2 mensen moeten toewijzen. En we zien nog een nummertje 2. En dan zetten we hier nog eens op 2. En voilà, die zijn nu toegewezen over die 2 tafels heen. We hebben hier ook nog de lijst van reserveringen. Daar kunnen we ook nog wat zaken doen. We zien hier namelijk de nummers staan. De nummer is eigenlijk de volgorde waarin de reserveringen zijn aangemaakt. Je kan dan ook met je muis erover gaan om die reservering automatisch met een potloodje te gaan bewerken. We gaan toch met 4 komen.
Voilà, dat is nu bijgewerkt. Je kan hier ook de status zien. De status staat momenteel allemaal op een R'tje. Dat betekent dat die gereserveerd hebben. Maar stel je voor dat het de 4e mei is en Karen komt binnenwandelen, kan je ook op dat R'tje klikken en dan wordt dat R'tje een T'tje. En die T betekent dat ze momenteel aan tafel zitten. En zo kan je eigenlijk iedereen gaan bijhouden die is aangekomen. En ook zo achteraf zien wie niet is komen opdagen. Want wie niet is komen opdagen, kan je ook als no-show gaan markeren. Opnieuw door te klikken op die reservering hier of hier, krijg je die details te zien die we daar straks ook zagen van die reservering. En dan kan je via die drie puntjes ook klanten gaan markeren als no-show. En op die manier ga je eigenlijk ervoor zorgen dat die de volgende keer als die komen, dat jullie daar een melding van gaan krijgen dat die één keer niet is komen opdagen op de 4e mei. Je kan daar dan nog eens op klikken en dan staan die als vertrokken en dan zie je dat dat tafeltje ook terug beschikbaar is. Stel je voor dat je werkt met dubbele shiften, dat een tafeltje meer keer geboekt kan worden in een shift, dan kan je zo bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er extra bezetting komt en extra tafeltjes ingeboekt kunnen worden. Dan moet je natuurlijk ook wel reserveringen aannemen tijdens dat de shift bezig is, maar dan kan je dat zo dus doen. De referentie toont aan waar die reservering gemaakt is. Het e-mailtje toont aan dat er een e-mail verstuurd is. Als dat momenteel staat op grijs, dat betekent dat die e-mail nog niet geopend is. Als dat op groen komt te staan, weet je dat die persoon die e-mail ook geopend heeft. Het aankomstuur, het aantal personen en aan welke tafel ze komen te zitten. En die kleurtjes zijn ook nog heel handig. Dan kan je ook zien dat er een opmerking bij die reservering is geplaatst. Als je daar dan op klikt, zie je dat er inderdaad een opmerking bij is geplaatst. Een opmerking naar de gast zelf is deze opmerking. En deze opmerking is een opmerking dat die persoon ook graag intern, dat is een interne boodschap liever, dat die ook graag een cavatje heeft als aperitief. Voilà, we hebben hier ook nog andere icoontjes van boven staan. Zoals hier kunnen we ook op klikken om specifiek naar een datum te gaan. We kunnen ook met de pijltjes een dag vooruit of een dag terug gaan. Ik heb dat daar straks al even gedaan. Dus je kan zo snel naar een andere datum gaan of snel teruggaan naar de 4e mei. Je kan hier switchen tussen lunch en diner. Dus op die manier kan je navigeren naar de shift waar je graag reservering wilt toevoegen of waar je het tafelplan graag wilt zien. Als we op dit knopje klikken, gaan we naar het eerste event. En wat betekent dat precies? Dan gaan we eigenlijk naar de eerstvolgende shift die gepland staat. Dus als we daar nu op klikken, gaan we gewoon gaan naar vandaag, naar de lunch. Want dat zou eigenlijk de eerstvolgende shift zijn die we moeten doen. Hij gaat dan geen rekening houden dat we inderdaad in een vakantieperiode, zogezegd, zitten, een sluitingsperiode zitten. Maar hij gaat dus eigenlijk gaan naar de eerstvolgende shift in het systeem. Je kan ook dat reserveringslijstje verbergen door hierop te klikken. Dan krijg je een iets groter tafelplan te zien. En hier via dat groen balletje zien we ook dat de tijdslot momenteel open staat voor online reserveringen. Je kan daaraan op klikken om ook dat hier te gaan sluiten. Wel dat het daar straks al gesloten via dus die inbox. Maar dat is dus ook mogelijk via dat groen balletje hier. Je kan dat ook voor aankomsturen doen. Alles wat je hier aanpast is specifiek dus voor de 4e mei. Ik wil ook graag dat we gaan iets later open gaan. Voilà. Dus nu zijn die uren zo eigenlijk aangepast. We zien hier nu dat die voor het diner van 4 mei allemaal dicht zijn. Maar als we gaan kijken naar het diner van 5 mei, is dat terug zoals normaal. Dus alle aanpassingen die je hier doet op het tafelplan, zijn allemaal maar voor enkel die specifieke datum. Je kan bijvoorbeeld ook je terras en of je veranda open of dicht gaan zetten door met je muis hierover te gaan, op die drie puntjes te klikken. Kan je ook bepaalde terrassen sluiten. Voor enkel de diner van 4 mei is dat dus. Kan je dus nu zeggen, terras is momenteel niet beschikbaar, want het is heel hard aan het regenen. Maar voilà, de volgende dag is het weer terug normaal. Dus opnieuw, de zones kan je eigenlijk tevoorschijn toveren door hierop te klikken. En vergeet zeker niet die meerdere en die enkele, als je graag meerdere zones op je scherm wilt tonen. We hebben hier nog de ontvangstmodus. Wat is dat precies? Daar kan ik eigenlijk enkel, ik kan daar nu niet op klikken. Daar kan je enkel op klikken als je op de shift van vandaag bent. Want wat is die ontvangstmodus eigenlijk? Daar kan je passages gaan toevoegen. Dus mensen die gewoon binnen kunnen komen wandelen zonder een reservering, kan je zo eigenlijk, als je dat aan hebt gezet en je klikt dan op een tafeltje, ga je geen reservering aanmaken, maar een passage, zodat je eigenlijk ook je tafelplan echt helemaal kan coördineren zoals het ook in het echt is. Als er een passage binnenkomt, kan je die tafel ook zo gaan blokkeren. En zo kan je achteraf ook perfect weten hoeveel couverts heb je precies gedaan. En kan je ook
real-time altijd zien, ook al ben je niet in de zaak, als je dit gebruikt, kan je altijd zien hoe ziet mijn bezetting er nu precies uit, als je dus die passages toevoegt via die ontvangstmodus. Op donderdag 8 april voor de lunch zien we hier ook nog een ander icoontje staan, die 42. Dat is omdat we voor deze shift hebben ingesteld dat we een maximum aantal couverts hebben die we willen accepteren voor de lunch. Dus we zien hier nu dat hier een nummertje 42 staat. Dat betekent dat er momenteel nog 42 online couverts kunnen reserveren. We kunnen daarop klikken en we kunnen dat ook nog gaan aanpassen. We willen er toch maar liever 30 accepteren. En nu kunnen er nog 30 mensen online gaan reserveren. Dus jullie kunnen altijd over dat limiet gaan, dat is geen enkel probleem. Als jullie reserveringen manueel gaan toevoegen, kunnen jullie daarover gaan. Maar online gaat hem dus rekening houden met dit limietje hier. Dus hij houdt altijd rekening met de verschillende limieten die ingesteld staan. Maar ook dus ook met de tafelcombinaties en de tafels. Daar gaat hij ook altijd rekening mee houden. Want je moet dus ook altijd wel een tafeltje vinden voor de reservering. Voor hij die reservering gaat accepteren. Dus we zien hier ook op woensdag 5 mei zien we dat 50's ook terug staan. Dus voor de lunch staat dat dus ingesteld hier. Maar voor de diner momenteel. We kunnen via de drie puntjes ook nog bepaalde zaken doen. We kunnen hier ook gaan snel zoeken. Dat is eigenlijk exact hetzelfde als we daar straks gedaan hadden via die inbox hier. Kan je ook hier heel snel een reservering gaan opzoeken. Voilà, Karen komt met 4 personen op 4 mei inderdaad. Hier kan je dus ook gaan zoeken over alle dagen heen. Dus niet enkel voor de 4e mei, maar dus over alle dagen heen kan je via die snelzoekfunctie doen. Je kan hier ook een interne opmerking gaan toevoegen. Je kan hier bijvoorbeeld gaan zeggen... We hebben de kermis die een dag. Voilà, dan kan je iedereen hier te zien krijgen dat voor de diner van 4 mei me rekening moet houden dat het kermis is. Je kan hier ook alles gaan afdrukken indien nodig in rastervorm, in lijstvorm of in planvorm. Voilà, dat was een beetje de uitleg over het tafelplan. Dan hebben we hier ook nog de reserveringslijst. Dat is het icoontje hieronder. En daar gaan we gewoon een lijst te zien krijgen van alle verschillende reserveringen die in het systeem staan. Je kan op die zoekfunctie tonen klikken hier links van boven. En dan kan je ook bepaalde zaken gaan zoeken. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil graag alle reserveringen zien voor de 4e mei. Dan ga je hier gewoon de datum invullen. En dan ga je vervolgens op zoeken klikken. En dan krijg je hier een lijst te zien van alle reserveringen van de 4e mei. Je kan dan nog extra filters gaan instellen, bijvoorbeeld enkel het diner, enkel mensen die op mijn groepjes van 4 zijn bijvoorbeeld. Dus het aantal personen kan je hier te zien krijgen. En dan kan je zo heel specifiek een reservering of een lijst van reservering hier gaan opzoeken. Waar je dan vervolgens ook acties mee kan ondernemen. Je kan bijvoorbeeld al die mensen een mailtje gaan sturen. Dus als je zegt, ik wil graag alle grote groepen een mailtje sturen die gereserveerd hebben... Vanaf vandaag voor het diner, dus alle groepen groter dan 4 personen, 3 personen, krijg je hier nu een lijst te zien van allemaal reserveringen die meer als 3 personen hebben, die vanaf vandaag erop staan. En dan kan je die bijvoorbeeld allemaal een mailtje gaan sturen via dit icoontje hier. Je kan die gaan afdrukken via dit icoontje hier. Je kan die in een Excel-lijst gaan exporteren hier. Dus daar kan je eigenlijk heel veel mee doen. Je kan hier bepaalde filters instellen, lijstjes gaan trekken. En op die manier kan je wat analyse doen of die mensen een mailtje sturen of gewoon hier die informatie gaan bekijken. Dus dat was een beetje de uitleg over de werking van het systeem. Ik ga nog heel even kort in de instellingen gaan. In deze opleiding ga ik er niet te veel in detail over uitgaan, maar ik ga wel een paar basiszaakjes uitleggen. Als je bepaalde algemene instellingen wilt aanpassen, ga je dat altijd moeten doen via het tandwieltje hier. En dan via e-tafel kan je alle zaken aanpassen op vlak van je tafelplan. Bij standaard opstelling, dat is eigenlijk het interessantste icoontje hier, kan je bepaalde zaken gaan aanpassen op vlak van je standaardopstelling van je tafelplan. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil mijn tafels iets meer uit elkaar zetten, voor mij dat visueel iets mooier te maken. Voilà. En nu is dat voor alle data mooi aangepast naar deze formatie. Je kan het dan ook doen voor het terras. Ik wil graag dit zo gaan verplaatsen. En je ziet hier nu ook dat er verschillende kleuren zijn, die groen en dat oranje. Wat betekent dat? Het groen betekent dat die tafels beschikbaar zijn voor online reserveringen. Oranje betekent dat dat enkel interne tafels zijn. En dat kan je nu gaan aanpassen door hier op dat potloodje te klikken.
kan je nu zeggen beschikbaar voor automatische toewijzingen. Dat betekent eigenlijk dat die tafel momenteel nee is, dus niet beschikbaar is voor online reserveringen. Je kan het nu op ja zetten bijvoorbeeld. En zo kan je tafeltjes terug online beschikbaar maken of sluiten voor online reserveringen. Je kan hier ook tafels toevoegen. Gewoon de naam van de tafel invullen. Het aantal personen. We gaan er 2, 4. Dus dan mag een groep van 2, 3 of 4 personen zitten momenteel. Het is een rechte tafel en het is voor online boekbaar mogelijk. We voegen die toe. En nu zien we hier dat we die nog even moeten verplaatsen. En dat is nu in orde. Je kan ook objecten toevoegen, zoals de speeltuin hier, zoals je mooi kan zien. Wat ook altijd heel belangrijk is, als je tafels toevoegt, is ook om te kijken met welke andere tafels is die mogelijk combineerbaar. Dus stel je voor dat je tafel 7 hier toevoegt en je zegt van ja, het is mogelijk om tafel 7 te boeken voor 2 tot 4 personen, maar het is ook mogelijk om tafel 6 en 7 tegen elkaar te zetten soms, maar dan wordt dat een tafel voor een groep van 6 bijvoorbeeld. Dus dan ga je opnieuw naar beheer e-tafel moeten gaan, tafelinstellingen en dan naar tafelgroepen. Dus bij tafel zie je gewoon een lijst van alle verschillende tafels per zone. Bij tafelgroepen zie je een lijst van alle verschillende combinaties die mogelijk zijn voor die verschillende tafels. Dus als we naar het terras even gaan, zien we dat tafel 2 en 3 tegen elkaar geschoven kan worden voor een groep van 3 tot 5 personen, tafel 5 en 6 voor een groep van 7 tot 10, tafel 2, 3 en 4 voor ook een groep van 7 tot 10. Dus als we nu zeggen tafel 6 en 7, gaan we nu een nieuwe groep van maken en daar mag een groep van 5 tot 6 personen zitten. En voilà, nu kan dat zo ook geboekt worden. Dus dat is ook heel belangrijk om te doen. Waarom? Want stel je voor dat je allemaal tafeltjes van 2 hebt, maar je hebt geen tafelgroepen ingevuld, dan gaat het systeem niet weten waar je bijvoorbeeld een groep van 4 moet zetten en gaat hij de reservering ook niet accepteren. Dus heel belangrijk om die tafelgroepen juist ingesteld te hebben, zodat dat ook goed gereserveerd kan worden bij jullie. Misschien ook nog interessant om te tonen nu in deze periode is de zones hier. Hier kan je ook bepaalde zones gaan instellen. Je kan hier bijvoorbeeld gaan zeggen dus welke zones zijn momenteel beschikbaar voor online reserveringen, welke niet. Dus stel je voor dat ze in de toekomst iets zouden zeggen over dat er enkel online gereserveerd mag worden of enkel gegeten mag worden op buiten. Dan kan je hier bijvoorbeeld gaan zeggen, ik ga mijn binnenzones dichtzetten, door ze hier op nee te zetten, en mijn terras ga ik nu openzetten. En op die manier kan er enkel gereserveerd worden op het terras. Je kan er ook nog zeggen van, ik wil graag dat dat mijn zaal wel beschikbaar is vanaf een bepaalde datum. Dat er bijvoorbeeld wel voor in de zomer, want daar verwacht ik wel dat ze online mogen of mogen eten binnen. Dan kan je zeggen, ik wil graag hebben dat vanaf 1.07 deze zones wel beschikbaar zijn, maar het terras is nu al beschikbaar. Dus zo kan je dan ook dat gaan instellen op die manier. Samen met het maximum aantal gasten dat je wilt accepteren in die zone. Of het maximum aantal gasten dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn in die zone. Dat is eigenlijk ook een heel handige instelling voor als er een bepaalde maatregel komt. Als men zegt van per vierkante meter mag er maar x aantal personen, kan je hier nu instellen zoveel personen mogen er maar tegelijkertijd zitten op het terras bij ons. Dus dat was opnieuw bij beheer e-tafel. En dan tafelinstellingen. Om de instellingen van je tafelplan, van je zones en van je tafelgroepen te doen. Standaard opstelling kan je dus je tafelplan herorganiseren en een beetje gaan verplaatsen en ook tafels gaan toevoegen. Voilà. Ten slotte, de openingsuren kan je gaan bekijken via restaurant openingsuren series. En hier kan je dus al je verschillende shiften zien samen met dan de verschillende openingsuren. Hoe moet je dit scherm precies lezen? Een beetje uitzoomen. We zien hier nu het ontbijt heeft 1 serie van dagen dat we hebben toegevoegd voor zaterdag en zondag. Vanaf deze datum tot in het oneindige hebben we nu eigenlijk allemaal verschillende ontbijten toegevoegd op zaterdag en zondag voor van 8 uur tot 11 uur. En je kan nu al die zaken heel gemakkelijk aanpassen door hierop te klikken. En dan ga je alle ontbijten aanpassen die tussen die periode zitten voor op die 2 dagen. We zien hier dat er een maximum aantal couverts is ingesteld. Dat is eigenlijk het totaal aantal couverts dat er mogen reserveren voor het ontbijt. We zien hier het minimum per reservering en het maximum per reservering. En dat is dus die 6 dat wij gezien hebben helemaal op het begin, dat er maar met een groep van 6 mag gereserveerd worden. Dat kan je hier dus ook gaan vergroten. We zien hier ook voor het diner dat er 2 van die reeksen zijn. Hoe komt dat?
Wel, dat is omdat op zaterdag en zondag men eigenlijk met andere openingsuren werkt ten opzichte van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Dus dat is eigenlijk losgekoppeld van elkaar. Dus hier kunnen we alle zaterdagen en zondagen aanpassen. Hier kunnen we alle maandagen, dinsdag, donderdag en vrijdag aanpassen. Dus opnieuw, dat is via beheer, restaurant, openingsuren, series. Ten slotte kan je ook altijd, als je vragen hebt, naar dit vraagtekentje gaan om een helpdesk-ticketje aan te maken. Maar je kan ook altijd gaan naar beheer, help en FAQ om hier al je vragen te gaan zoeken. Je kan hier nu eigenlijk gaan bekijken. Bijvoorbeeld, ik heb een vraag over de inbox. Kan je hier kijken naar alle verschillende vragen die je hebt over de inbox. Ik heb een vraag over mijn tafelplan. Kan je dat hier te zien krijgen? Dus hier kan je ook zeker al je vragen opzoeken. Vind je het niet, geen enkel probleem. Ga even naar het vraagtekentje en klik op vraag toevoegen en wij helpen je zeker verder. Voilà, dat was een beetje mijn uitleg. We gaan zeker nu nog een mogelijkheid geven om jullie vragen te laten stellen. Dus stel ze zeker even via de chat.